gaat hij met de kapper. Er zit echt een hoop op, hoor. Ja. Echt nodig. Ja, dat vind ik wel een beetje. Ja, dat is Dus je gaat niet kijken van dat je alles een beetje
hoe minder gauw je, hoe minder gauw je een mondje hebt. Daarom trek ik nou zijn benen een beetje omhoog. Dat alles strak. Dus je zou een beetje aan de zijkant recht staan. Ik ben een film opmaken voor de nekkamp. Ja, ik ben voor de nekkamp aan het filmen. Oh, okay. Kijk, nou doe ik het even de andere kant. De hoofd naar achteren. Til ik dit been wel weer een beetje op. Als ik het laat hangen, dan gewoon even strak houden. Dan til ik het been een beetje omhoog. En dan laat ik hem een beetje hangen naar achteren. En dan heb ik gewoon een mooie strakke buik. Kijk, nou ga ik hem op zijn zij leggen. Zie je? Leg ik hem op zijn zij. En dan doe ik mijn been over zijn nek. Ik neem aan dat hij wel kop voor jou, hè? Hij stikt niet, maar ik ben nou geen kant op. Koffie. Kijk, dus hij kreeg kant op en hij vindt. En hij kreeg al een keer een spartelen, maar hij geeft zijn eigen over. Maar hij kreeg gewoon. Hij is gewoon ontspannen. Maar je moet altijd zorgen, altijd goed naar de vacht kijken, dat je geen plooien hebt, dat het mooi recht is. Dat het komt, heb je ook dat het een beetje optrekt, maar dan moet je altijd goed, anders kom je echt in het huisje. Ja, dan doe ik hem met mijn arm. Trek ik hem ook strak, zie je? Ik ga het gewoon strak maken. Hij heeft hier een beetje bloed, maar dat komt niet van verkeren. Ik weet niet wat dat is. Ik heb een goede
ook uitkijken voor je eigen. Dat ze niet ineens gaan trappen, want dan krijg je ineens een trap, trap in je gezicht. Ja, maar. Dan gaan we naar de staart. Deze dieren hebben een hele lange staart. Deze eigenschappen. Kijk, hij heeft hier een wondje gehad, zie je? En dat heb gebloeid. En dat, heb, dat, dat bloed dat is hier ook gekomen. Maar dat, dat ziet er gewoon dus niks, niks in. Kan ik er makkelijker bij. Er zit geen eten in. En dan hou ik het ook gelijk strak. Ja, nou heb ik hier al een stukje gedaan op deze bil. Nou ga ik eigenlijk de andere kant doen, maar dan zet ik hem eerst weer op zijn kont. Want die mag gewoon niet zo overrollen voor zijn ingewanden. Dan komt er een kinkel in en dan, dan gaat het schapen of gaat het dood of een soort koliek. Kijk, dus dan moet je hem eerst op zijn kont zetten en dan is het zichtig op de andere zijde. Daarom moeten ze eigenlijk ook. Daarom worden ze ook opgesloten, ook voor de warmte, voor het scheren, dat ze even goed gezweet hebben. Maar ook omdat ze even nog minder hooi eten, dat de buik ook leeg blijft, dat er niet te veel eten in zit. Als ze natuurlijk een volle buik hebben, dan is het voor het scheren ook meer gevaar. Het is geen 1 jaar. 2 jaar was ik hier al, ik dacht van 21 mei. Dus het is een jaar en een week. Dat is een geit. Dan zet ik hem eerst even zo, even overeind. En dan ga ik hem pas op zijn zij leggen. Kijk, dan blijf ik hier al binnen gewoon op veilig. Hier en dan leg ik gewoon mijn been weer over zijn nek. En dat is dan het laatste stukje. Ja, nee, maar. Ja,
Dat kan voor je inschenken. Appelsap, koffie staat daar ook al. Oh, heb jij nou goed bezig? Dat kun je inschenken? Ja, wil je ook nog een koekje of iets erbij? Dat is lekker. Welke wil je? Maar zo'n stukje cake. Oké. Oh. Ik dacht dat het aan. Ja, normaal hè? Echt hè? Ja, je hebt lekker rustig, hè? Ja. Ja. Mike, jullie zijn nodig. We zijn er ook. Even ze erin, Pete. Ziet in het dit. Ik moet toch nog eens. Ik kan dat niet staan erop laten. En wordt de bol gelijk per opbod gekocht? Dat is een goede Michael, dat is een Michael, en dan is de vraag naar jou. Wordt de bol gelijk verkocht? Ja. Ik heb het toch bij het schriftje van. Oké, dat is wel belangrijk. Ik kan wel van de schapen pakken. Dan moet je snel dat ze vliegen er vanaf, hè? Ja? Ja. Dan moet je een hoofdpin halen. Ja. Dan moet je een hoofdpin halen. Ik wil dat aaien. Aaien maar hoi. Echte vlees. Die kleine dingen gebroken. Ja. Die blijven gebroken. Dat is een poot. Lekker vet, hè? Ja. Hoe vet het is. Kijk, hoe vetter het is, hoe beter het is. Hoe vetter het is, hoe beter het is.